Welkom in de vlog van deze week. En deze week had ik een interessant gesprek met iemand, met een ondernemer, met Hassan Al-Ghilou. En Hassan heeft een helder doel voor ogen. Hij wil meer diversiteit in de ondernemingen brengen. Hij zegt ook dat, dat ondernemingen moeten gestimuleerd worden om meer diversiteit binnen te brengen. Wel, ik had daarover een interessant gesprek. En Hassan was deze week ook te gast in Argus, in een online praatsessie. En naar aanleiding daarvan heb ik hem eens aan de lijn gehad. Hassan, jij bent vroeg begonnen met ondernemen. En ik heb gelezen, al op je 15e had jij je eerste bedrijfje. Van waar komt die zin voor ondernemen? Was dat iets wat je al heel vroeg wou doen? Of was dat uit noodzaak? Nee, een zeer goede vraag. Dus op mijn 15-jarige leeftijd heb ik mijn eerste project gelanceerd, mijn eerste start-up gelanceerd. En dat kwam vanuit eigenlijk het drang om iets te doen met mijn eigen leven. Ik zat in een bepaalde, of ik leefde in een bepaalde omstandigheden die niet overeenkwam met het kunnen die ik had. Wat ik daarmee bedoel is, ik leefde in armoede, maar ik voelde van mezelf dat ik meer was dan die financieel arm zijn. Ik was mogelijk kennisrijk of ervaringsrijk. Anders ervarend vooral. En dus vanuit die gedachtegang begon ik te zoeken naar, oké, hoe kan ik mezelf eigenlijk die opwaartse mobiliteit creëren? En dan vooral eigenlijk financieel meer verdienen. En dat begon dan eigenlijk te zoeken naar een student die mogelijk was op die leeftijd. En stapsgewijs kwam ik terecht in ondernemerschap. Namelijk waar je eigenlijk zelfstandig als individu jouw eigen project kan lanceren. Hè? Samen met een team natuurlijk. En dan gewoon je eigen succes op je eigen falen maakt. Ja, en dat, je ging dan ook naar school. Werd je daar ook wat in gesteund of ondersteund? Ja, natuurlijk. Dus ik zat nadien in de vijfde en de zesde middelbaar. Waar ik dan eigenlijk, laten we zeggen, de helft van de lessen ongeveer niet hoef bij te wonen. Dus dan moest ik aan huiswerking doen. Dus vanuit thuis uit de lessen inhalen, de taken maken en studeren. En dat zorgde ervoor dat ik dus bijna elke dag wel een halve werkdag de tijd had om naar mijn eigen, naar mijn eigen werkplek te kunnen gaan. En op hetzelfde moment deed ik ook overuren. Hè? Dus dan bleef ik altijd in de avond werken, dan bleef ik in de weekend werken. En daardoor kon ik perfecte combinatie doen. Maar ik werd dus daadwerkelijk wel gesteund. Ja. Jij bent van allochtone afkomst en je wordt ook op die manier gecast in de media. Op welk moment was je bewust van het feit dat je eigenlijk een rolmodel was voor jongeren en voor de media? En ben je daar blij mee met die rol? Ja, kijk, een rolmodelschap zoals jij in mijn boek zegt, hè, is een rolmodelschap is een mandaat die de maatschappij aan je geeft. Hè? Dus het is een mandaat. Dus voor mij is het een eer om een rolmodel te kunnen zijn voor een bepaald doelgroep, voor een bepaald groep in het algemeen. En ik neem die mandaat ten harte en ik probeer het ook te vervullen en ervoor te zorgen dat ik onder andere mijn kennis deel met de andere jongeren, mijn ervaringen deel en mijn netwerk deel. Ik zeg altijd dare to share, durf te delen. En dat doe ik dus daadwerkelijk. En dus die rolmodelschap neem ik met veel plezier op. Totdat iemand anders het van mij zal nemen, die mandaat. Ja. Je zei in een eerder interview dat diversiteit in een organisatie, dat dat iets is dat moet groeien. Dus je kan het eigenlijk niet gaan opleggen. Ik kom uit West-Vlaanderen en we zien hier veel West-Vlaamse KMO's. En we zien dat nog niet helemaal lukt. Welke tips zou je kunnen geven aan zeg maar, de gemiddelde CEO van een West-Vlaams familiebedrijf? Ja. Een heel goede vraag. Ik heb ooit een keynote gegeven voor Unizo, voor deze KMO-ondernemers. Hè, de ondernemers die, zoals je zegt, vanuit de familiebedrijven, de pilaren van onze Vlaamse economie natuurlijk. Hoe gaan zij om met diversiteit of hoe kunnen zij omgaan met diversiteit? Het is zeer eenvoudig. Allereerst is te inspireren. Hè, het inspireren van wat diversiteit daadwerkelijk betekent voor u als mens zijnde in de maatschappij. Maar ook voor u als economie zijnde. Hè, dus hoe je dan eigenlijk een winstmeerwaarde kan creëren door diversiteit. En door die combinatie, het maatschappelijke en het economische bij elkaar te brengen, kom je snel tot besef van oké,
ik moet misschien een stap voorwaarts zetten in het betrekken van die culturele diversiteit in mijn eigen werken, in mijn eigen werkvloer, maar ook in mijn klantenpotentieel. En een van de eenvoudigste tips die ik altijd geef is, kijk en zoek naar een buurman of een buurvrouw. Ja, als iemand toevallig een buurman of een buurvrouw is in de buurt die een diverse achtergrond heeft en u bent een winkel die daartussen zit, ga in gesprek met die personen. Hè, nodig ze uit in de winkel en zeg eens, ja, waarom komt u wel of toevallig niet in mijn winkel? Er zijn bepaalde zaken. Wat ik dan ook altijd zeg is, als er toevallig jongeren zijn met diverse achtergrond in dezelfde wijk, ja, geef een studentenjobje aan hun, hè, aan een van die personen. En gun ze tijd, hè, al is het één keer per maand, om eens na te denken hoe die jongeren, hè, of hoe die jong diverse persoon toevallig jouw winkel, hè, of jouw zaak veel inclusiever kan maken. En dus soms gaat het, zoals keizer Augustus zegt, Fascinante, haast je langzaam. Soms gaat het om kleine stapjes voorwaarts die je zet, maar wel op een haastige manier, want de bedrijf die vandaag de dag niet met diversiteit bezig zal zijn, zal de boot missen voor de toekomst. Ja. En allee, tot slot misschien, wanneer is, zeg maar, diversiteit in een organisatie, wanneer is dat geslaagd? Wanneer spreek je van een succes? Wanneer spreek je van een succes? Dan meet ik op twee zaken. Hè? Kwalitatief en kwantitatief. Hè? Vanuit het kwalitatieve benadering is het, al is het maar één persoon van de 100 werknemers die cultureel divers is, maar wanneer met die persoon de employee experience overloopt, dus zijn dag overloopt, en je merkt dat hij in zijn werkdag het meest inclusieve sfeer heeft rond zich, ja, dan heb je al een kwalitatieve succes. Want dat betekent dat je daadwerkelijk een zodanig positieve sfeer in je bedrijf hebt, dat iedereen zich welkom voelt, waaronder die één persoon van de 100. Dus dat is de eerste kwalitatieve meting die ik hanteer. En de tweede, de kwantitatieve meting die we hanteren, daadwerkelijk cijfers. Oké, 1 van de 100 is blij, maar hoe kunnen we van die 1 een 2 maken? Hè? En hoe kunnen we weer een 3 maken? Dus KPI's. Hè? Probeer te meten en zoek manieren om jouw diversiteit te meten. Ik vond het heel interessant. Ik denk dat dat een serieuze uitdaging is in het klassieke West-Vlaamse ondernemingsklimaat. Maar we zien wel hoe het loopt. Dankjewel Hassan en tot volgende week. Bye bye.